Ten diepste beskik elkeen van ons oor een Godgegeven menswaardigheid. Elkeen is uniek geskapen en dit betekent dat elkeen waarde het. Die ongebore baba en die baarmoeder, die tiener quadrupleeg, die jong volwassen met Down-syndroom en die oumaatje wat aan Alzheimer's ziekte lei. Elkeen is van onskatbare waarde in die oog van God. Ja, die Heere is al hemelse vader en hulle is sy seuns en dochters. Soos Handelinge 17 vers 24 tot 26 sê, die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat Heere van hemel en aarde is, woon nie in tempels met handen gemaakt nie. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt om oor die hele aarde te woon. Ons het dus een gedeelde erfenis. Die mensdom is gesin waarvan elkeen op aarde een deel is. Ons is broers en sisters. Sien het dat diezelfde God ons met zijn handen gevormd het. So, die skepping gee mens een ware eie waarde besef. Nadat al jou gene en kromosome saamgevoeg is, en die unieke biologische onderhoud van jou persoonlijkheid gevorm is, het God die blauwdruk weggemaak. Niemand in die ganse heelal is soos jy nie. Jy is enig in jou soort, een splinter nieuwe skepping. Ja, jy is een wese van onskatbare waarde. Soveel so, dat die skepper van die heel al bereid was om een mens in levende lywe te word en om self as soenoffer vir jou en jou sondes te gee. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 20 Mei.